Op de kinderboerderij aan de Concourslaan in het Stadspark is gisteravond brand ontstaan. De brand woedde in een opslag van hooi die volledig is uitgebrand. Een naastgelegen schuur waar dieren in zaten werd door de brandweer nat gehouden om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. De brand werd ontdekt door leden van de nabijgelegen voetbalclub De Vogels. Kort voordat de brandweer arriveerde slaagden de voetballers erin ook de dieren die in de schuur zaten te redden. Er zijn daardoor geen dieren gewond geraakt bij de brand. Ik ben hierheen gesneld en toen was de brandweer al helemaal druk aanwezig. En toen bleek dus dat er mensen van de voetbalvereniging, welke voetbalvereniging weet ik niet, dus tegen 8:45 melding hebben gemaakt. En alle dieren die nog binnen zaten eruit hebben gehaald. Want daarnaast zat de schuthok, dus ze hebben er allemaal uitgehaald. Ze hebben kar, materieel en zo hebben ze allemaal naar buiten. Wat hokken waar wat de dieren in zaten. En er is gelukkig, godzijdank, geen dieren schade toegehad. Dus het is allemaal gunstig afgelopen. Over de oorzaak van deze brand is nog niets bekend. De politie gaat hier onderzoek naar doen. De kinderboerderij heeft regelmatig te maken met vandalisme. Maar de afgelopen tijd was het relatief rustig. Totdat vorige week een zwaan gestolen werd. En nu dan deze brand. Gelukkig is de laatste tijd viel het mee met vandalisme. Nu begint het echt heel heftig te worden met zoiets. Want vooral als het dieren aangaat, dan moet je vooruit kijken. Materieel, dat kun je vervangen. Maar dieren geven echt gevoelsmatig een probleem. De schade wordt voorlopig geschat rond de 70.000 euro.